Een personenauto is vanmorgen ingereden in het gebouw van Fernandes Bakkerij aan de Kernkampweg. Volgens informatie is de bestuurder bij een uitwijkmanoeuvre om een aanrijding te voorkomen in paniek geraakt en trapte van schrik in plaats van op de rem op het gaspedaal. De wagen schoot vooruit en belandde deels in het gebouw van de Fernandes Bakkerij. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Gelukkig vielen er geen gewonden en vanwege de enorme schade moest de bakkerij noodgedwongen haar deuren sluiten.